Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Het is nu ongeveer 00:54. Ik begin het wel te voelen eigenlijk. Het doet een beetje pijn nu. Ik heb al iets ingenomen en dat we gaan en zo. Dat heb ik allemaal gedaan, maar ik kan totaal nog niet slapen. Maar ja, dat hoort erbij zeker. Dus komt de kuisvrouw binnen een uur of... Zes komt de kuisvrouw. Dus het is lastig, maar het moet, moet. Het is echt leuk nu momenteel. Ik heb ook al overgegeven en zo. De rest gaat het wel goed. Maar ja, het zal nog wel een tijdje aanslepen. Maar ja, het is voor het goede doel natuurlijk, hè. Dus hoop ik morgen, alleen vandaag eigenlijk al, we zijn al een andere dag, we zijn vandaag al woensdag, veel binnen gaan krijgen om te eten. Maar ik kun je toch een beetje een verslag geven hoe alles gaat. Ook al gaat het soms saai worden, maar ik vind het wel belangrijk. Het is nu 10:16 en men ziet er wel verfrissend uit. Een beetje yoghurt proberen eten, een beetje cola gedronken. En hopelijk helpt dat een beetje en blijft er ook in natuurlijk, want dat is belangrijk, want dat is wel het grootste probleem eigenlijk. Om alles erin te laten. Het herstellen. Dus, maar voor de rest gaat het wel goed. Kuitvrouw is trouwens boven bezig, zij dit is aan het horen. Dat hoor je een beetje. Ik kan de camera niet hoog doen, want ik mag mijn handen niet omhoog doen. Dus daarmee dat jullie een beetje zo de vlogs, maar zo kan ik toch vlogs maken voor jullie. En ik heb ook al een beetschapkaartje gekregen, ik zal het eens eventjes laten zien. Kijk, dat is het kaartje dat ik heb gekregen van beterschap van Petra. Dus daar was ik super blij mee eigenlijk. Dus, maar het is nog een beetje herstellen. En niet te veel doen. Vooral veel rust. Ik ligt de mens de hele dag eigenlijk. Niks anders te doen dan te slapen, te rusten. De operatie is eigenlijk wel heel verlopen eigenlijk. Ik ben om 2 uur ben ik op de operatietafel. Mensen me komen halen voor de operatie. Om 3 uur werd ik geopereerd. Je hebt gisteren de vlog kunnen zien, daar heb je ook het verband kunnen zien. Dus dat drukt super hard tegen je lichaam. Waardoor dat je dus heel moeilijk kunt ademhalen eigenlijk. Maar dat gaat wel verbeteren natuurlijk na een tijdje. En ik ben op 8 uur terug op de kamer gekomen. Dan heb ik nog niet heel veel gekregen eigenlijk om te eten. Maar het was wel leuk om te weten dat je eigenlijk nu geen borstjes meer hebt. Dat je echt wel een man bent. En dat voelt wel goed aan eigenlijk. Het is soms wel een beetje... je zit er wel een beetje... soms een beetje pissig op. Maar dat is normaal omdat je natuurlijk moet herstellen natuurlijk. Hè. En herstellen dat is altijd moeite en dat doet altijd pijn. Om dingen te herstellen natuurlijk. Dat is normaal. Maar... ik ben wel trots eigenlijk op het vlak van wat er eigenlijk al gebeurd is. Ik ben ook trots op dat ik er nu uitzie eigenlijk. Buiten dat mijn haar misschien niet zo 100% uitziet. Straks komt Jo ook nog voor eten te klaar te maken. Ik denk dat we soep gaan eten, denk ik. Want van de nacht is niet veel eten bijgebeurd. Dat heb ik kunnen zien trouwens. In mijn vlog. Konijnen zijn ook in een kotje. Die kunnen momenteel niet uit. Maar dat komt wel in orde, dat ik sowieso dat in orde komt. Voor de rest is gewoon een beetje chillen, tv kijken, slapen en voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Maar ik wil je toch eigenlijk een beetje zo wat bijbenen met wat dat wij, alleen maar met de vlogs eigenlijk, zodat jullie toch een beetje weten wat eigenlijk allemaal gebeurd is. In het ziekenhuis is eigenlijk, heb ik daar ook lekker eten gekregen, dat heb ik gezien. Dat is heel, maar het komt eigenlijk allemaal in orde. Elke stap dat je, elke dag is een stap vooruit, is een stap naar beterschap. Dus, het is niet zo lijkt hoe dat je het op de televisie ziet. Op de televisie gaat eigenlijk alles heel snel. Dat is direct van, ik wil van vrouw naar man gaan. Hup. Nee, het is allemaal niet zo. Je komt op een wachtlijst staan, je gaat naar de spiegeloog, dan krijg je de testosteron. Dan kijken ze of dat je een borstoperatie kunt doen, hè, want dan doe je van de wachtlijsten af. Dan mag je een borstoperatie doen. Maar dat is niet dat dat meteen herstelt, niet meteen buiten komen en je kunt
Nee, dat doet eventjes, dat hangt van af natuurlijk hoeveel dat je hebt van bordjes, hè. Dus dit zal toch op 1 september trouwens op controle gaan, dus ik ben eens benieuwd als eigenlijk wanneer dat school terug begint. Maar ik kan tot oktober, sowieso zit ik thuis tot oktober. Dus dat gaat er gaan worden. Maar eens dat ze dat gaan zien, gaan ze beschieten op school. Ik kan ze misschien straks nog een foto sturen op school. Want die vrouw, we hebben wel gemaild en zo allemaal. Ik heb ook goede, mijn vrienden en zo staan ook allemaal klaar. Mijn buren staan klaar voor mij om te helpen. Ik heb ook heel veel hulp en zo. Dus ik ben er wel heel blij mee eigenlijk. Dus ik ben wel trots eigenlijk. En natuurlijk mijn fans die mij steunen, dankjewel daarvoor. Ik heb proberen om de vlogs tot zover het gaat op te nemen eigenlijk. Zodat je toch een beetje het verhaal krijgt hoe het eigenlijk allemaal gaat. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling eigenlijk van alles. Dus dat is een beetje wat op het programma staat eigenlijk. Maar ik ben echt al, echt wauw. Echt wel trots op. Die is nu naar de apotheek voor mij voor het afhand te gaan halen. Ik loop er dus let, ik heb er gelukkig zo bij. Het is een beetje raar. Die heeft nu kippennoedjes gemaakt. Dat ga ik proberen eten vanavond. Ik weet niet of je het goed hebt kunnen zien. Konijnen zijn nog in een kotje, die krijgen ook. Omdat ik ze niet vrij kan laten momenteel. Maar dat is op zich niet erg. Die hebben bij kamp ook 3 dagen er gezeten. Morgen komt Kenny. Of andere mensen voor die beestjes. Die beesten lijden geen honger, hè, mensen. Dat is het probleem niet. Dus daar moet je geen schrik voor hebben of zo. Ik was aan het kijken naar de vlog van Good Life. Momenteel op de televisie. Wil je die ook zien? Dag na de operatie. Eet die vlog. Trouwens niet gesponsord. Maar ik ben gewoon een grote fan van Good Life. En ja, ik kijk ook naar de Bellyhaas en zo van dingen allemaal. Dus dat je het weet. Hoe voelt het nu? Ja, het zit nog altijd zo. Het is wel een beetje lastig, maar ze gaan de andere compress opleggen. Ik mag morgen douchen, dus dat vind ik ook al goed. En dan, ja, ik probeer je zoveel mogelijk mee te nemen in het verhaal, hoe dat eigenlijk alles gaat. Dus dat is een beetje dingen. En ik lig eigenlijk gewoon hier te slapen in deze zetel. En dat is niet altijd heel gemakkelijk in deze zetel slapen, omdat je moet zien, je hebt al die plooitjes en duwtjes. Dus het is niet gemakkelijk, sowieso niet, maar ik doe mijn best. De camera die weegt ook super zwaar, maar ik doe mijn best om jullie toch op de hoogte te houden van alles en nog wat. Dus dat je het weet. Hopelijk vond je dit een leuke video. Zeg het duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.